De compositie Ikarioti Koyunbaba Range. Het klinkt als een hele moeilijke titel, maar ik zal het even uitleggen. Het zijn namelijk drie woorden in één. Ikariotiko, Koyunbaba en Arrange. Ik hou heel erg van de Griekse volksmuziek. En zoals andere componisten mij voorgingen, heb ik deze melodie van deze compositie gebaseerd op een Griekse volksmelodie. En dat is namelijk een dans. Een dans uit Ikaria. En die dans heet Ikariotiko. Vervolgens heb ik gitaartechnieken gebruikt, speeltechnieken, die terugkomen in de beroemde klassieke gitaarcompositie Koyunbaba. Dus zo kom ik op Ikarioti Koyunbaba. En vervolgens is het een soort van arrangement tussen die twee. Dus het is Ikarioti Koyunbaba Range. Op die manier kwam ik eigenlijk aan de titel van dit werk. Het thema van deze compositie wordt pas helemaal aan het einde tentoongesteld. En voor de rest wordt het thema al verborgen tentoongesteld aan het begin en tussendoor. Dus je zou kunnen zeggen dat het een soort van thema en variaties is, maar in de omgekeerde volgorde. Ik heb gekozen voor een speciale stemming bij deze compositie, waarbij de allerlaagste snaar van de gitaar, de zesde snaar, die normaal een E is, heb ik helemaal omgestemd naar een lage B. En de G-snaar, de derde snaar van de gitaar, heb ik omgestemd naar een Fis. En daardoor krijg je een soort van natuurlijke B-mineur resonans. En wat ik altijd zo mooi vind aan die Griekse volksmelodie, je hebt dan een mineur toonladder. En dan als je dan die toonladder, ga je omhoog, dan is het een gewone mineur. Ga je omlaag, dan kan je soms in plaats van de C's, die net boven de B zit, kan je een C spelen. Waardoor je een soort van Frigisch gevoel krijgt. En dat verwerk ik ook heel veel in deze compositie. Bijvoorbeeld hier aan het einde van bladzijde 1, waar heel duidelijk een lage C wordt gespeeld, die heel zeg maar dramatisch oplost naar de lage B. Vervolgens heb ik gekozen voor een aantal onregelmatige maatsoorten. Want in de Griekse volksmuziek gebruiken ze ook heel vaak 7/8, 9/8, noem maar op. Nou, ik heb hier gekozen voor een thema in 11/8. En dat is een soort van minimalistisch deuntje dat de hele tijd door blijft gaan. En daaroverheen zit de melodie van de dans Ikariotiko. Vervolgens heb ik de techniek van de compositie Koyunbaba toegepast in dit gedeelte, waarbij je heel snel al die kleine noten speelt. Maar de melodie die hier te vinden is in die noten is de hele tijd hoorbaar. De melodie van de Ikariotiko, van de dans. En tot slot komt aan het einde van het stuk komt het thema echt tot uiting. En daar hoor je echt de Griekse dans, zeg maar. Hij begint een beetje langzaam en vervolgens gaat hij versnellen. Komt er natuurlijk nog een finale met de Rasgiado. En dan nog aan het einde een coda waar het themaatje nog even terugkomt. En dan sterft hij rustig uit.